naast jullie zitten. Liggen. Let op, die loopt maar uit. Ferry, die loopt uit. Ferry. Ja, dankjewel. Ik heb nog zo'n hoop te doen. Ik moet een hoofdrol omzetten, nog wat planten zetten. We moeten eigenlijk een andere auto hebben. Mijn voetbalschoenen zijn kapot. Witte waar ik zat te denken. Nou, dat ik nog een jaar prins zal worden. Wat vind jij ervan? Dat denk ik niet, Fran. Nou, ik denk het wel. Nou, ik kom even wat doen. Wat ga je doen nou? Dat voor mijn regelen. Ik zie dat ik naar huis moet, Lennart. Oh. Nou, hey, Lennart, kom eens. Hey. Bedankt, hè. Dank je. Houdoe. Houdoe, Prinske. Houdoe. Houdoe. De steun van de club is. Had ik eigenlijk naast een paar voetbalschoenen en een goede spreuk voor mij? Ja, alleen lelijke mensen worden voor het derde jaar prinsen. Maar als we nou vast die schoenen doen en of dat prins wordt, dan zie ik dat dan dadelijk wel weer. Maar we moeten er niks bij hebben, want dan ben je toch een rum. Ja, vetels. Oh, dan dat krijgen we wel geregeld. Een tas, wat moet je doen? Wordt moeilijker. En een shampoo voor de douche. Ja, dat is niet slippers, nodig. Voor slippers. Dat ook niet nodig. Ja, ja, nou ik denk dat we niet waar je komt, Stefan, vriend. Ja, dat vind ik helemaal niet erg. Dan ik ga morgen gauw verder. Frank, jongen, een handdruk voor niks. En zonder samen gezellig onder de douche, dat is veel mooier. Ja, ja, dan zullen we het maar behouden dan, hè. Dat is goed, jongen. Bedankt voor die twee jaren. Hey, Aru. Ex-prins, en daar zit ik heel vast, Frank. Nou, dat is niet zeker, hè? Nou, dat denk ik toch wel. Ook net een tweede als erop zitten. Ja, maar jij bent ook drie jaar prins geweest, Peter. Dus je kan eigenlijk als een vraag hoe dag en dag gedaan.
Want dan kan je van alles geregeld en geregeld worden. Maar dat zal nog niet zo vroeg al, joh. Ja, dat kan. Nee, dat krijg je niet vrij, Frank. Ik heb maar net opzien, joh. Ja, maar ik heb nog zoveel te doen, man. Ik moet een hofdeloon besteed hebben. Ik moet een eigen auto hebben. Ik moet mijn eigen schoenen hebben. Nee, ik moet echt een jaar fris blijven. Ja, die hofspinten, dat zal toch wel een keer goed komen. Maar ja, maar dit zijn ze erop. Ik krijg ook een nummer voor de kerst, dus ik denk dat niks zal worden dan... Ik ben bang dat ik niet altijd. Het overheid is gewoon, man. Dan gooi ik wel weer. Ja, Frank. Dat is gewoon, hè. Bedankt, hè. Hallo, joh. Hallo, Frank. Sip. Ja, dat valt niet mee, in een derde jaar opeens. Ze waren het er allemaal nog niet zo mee eens. Kom even naast me zitten, vrouw. Nou, het is niet gelukt. Het zit er gewoon niet in, het derde jaar Prins Carnaval in het Moeslaf. Ach, vrouw. We hebben het mooi gehaald zo. Ja, dat is waar. Jo, we gaan maar weer eens kijken wat die brassers van Dutten niet toe er dit jaar weer van gaan bouwen. Vrouw, ik vind dat een strak plan. Moesland, bedankt. Ik wens de nieuwe prins heel veel succes en schik toe. Duurt er niet toe, we komen eraan. Zeg heren van de Raad van Elf, brengen jullie ons even terug naar ons clubje, zoals jullie ons hebben gehaald. Ja, aan die kant, maar hier is Henry. Daar kan ik ook wat lezen. Frank, ga even zo staan. Als ze willen, we nog één keer zien in het Moesland. Jolanda, mooi of niet? Frank? Ja, dat wil ik eigenlijk niet meer persoonlijk. Frank en Jolanda, ja, we hebben alles geprobeerd om de tijd te rekken. Het is tijd zat, maar toch wil ik van jou nog even de microfoon geven. De laatste keer krijg je 2 minuten om afscheid te nemen van jullie Moesland. Voor de laatste keer, Prins Frank de Riste! Voor de laatste keer, zeggen ze. En dan valt ze mijn rij af. We moeten alles inleveren als we nu eens kunnen beloven. Een mooie kip, een schumpakje, een schemmerje, alles is weg. Maar het waren 2 schoon fantastische jaren. We hebben samen genoten, een snel man ik. En daar zijn we over. Jullie clubjes, want jullie maken het moest als ik aan de val. Want die optocht en het bouwen en de sjouwen te worden, daar hebben we van genoten. Dat mag het. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor. En dan kan ik weer weinig worden. Dan kan ik niet uitleggen hoe mooi dat was. Kijk dan, Koestan. Ik kom wel door van mijn vreugde. Op mijn dansschade. Mijn dansschade, die extra naar jou bleef. En ik heb naar jou bleef. En kleine tol, leven nog eens mee dansen, maar ze bleven wel. De afgebouw, die begon met 7 verse mensen. Schitterend, wat een schikker gaat bij ons afgebouwen. Daar kan je dan maar voor, want we hebben een feestje op deze dagen. En dan vrienden, vrienden. Die mensen achter mij, weer een stukje dan. Dat kan ik niet. Je wint zo met die steek op. Daar heb ik me aan geleidelijk in vergist. Wat ik dacht, ik weet het ook niet. Prins van die geleerde mensen, dat is niks voor mij. Maar hoeveel werk jullie inzetten voor de Moeslandse carnaval? Echt hoor. Daar vergist ik me aan in en daar vergist jullie ook in. Want wat die mensen allemaal
kraas stonden voor de carnaval. Dat is echt perfect, jongens. En wij, maar halve weer al te worden is. En dan die grote kop langs me. Die 17 keer nog wel is, in een goede tijd. Van de woord, die wel maar recht praat met je krombrood. Die alles onthoudt, ik mag vergeten. Moestal bedankt, het waren twee hoge jaren. Ik zal ze nooit vergeten. En prinses Jolanda. Ja, ik kan er niets meer van maken. Vlug. Volgens mij gaan we beginnen met het feit dat we met hun kleding, het feit waaruit blijkt dat jullie prins en prinses zijn, aan de kapstok gaan hangen. Dus ik ga de adjudanten vragen om naar voren te komen. Twee trouwe adjudanten die jullie 2 jaar gesteund hebben. En ik denk dat het goed is, Fons stond erbij, dat ja, de handschoenen gaan uit, de cape die mag af. De scepter, die mag je in ontvangst nemen. Prinses, dat mag de prins zelf doen. Het is en blijft zijn prinseske, heeft hij ooit gezegd. Maar het prinsessenkroontje gaat wel af. En de steek Jolanda, mag jij als laatste afzetten bij Frank. Ja, en dan Gerard. Het jasje. Aan, die al 2 jaar lang in de kast hangen volgens mij. Nee, heb ze net gemaakt. 2 weken. Maar ze zei van, oh die van Frank is al te goed gekocht. Kijk, nou zijn ze weer gewoon. Frank en Jolanda, wat moet je niet doen?
de Amstketting als Prins Frank de Eerste. En het is voor mij een hele eer, terwijl ik de microfoon geef aan de voorzitter, dat ik die bij jou om mag hangen. Theo, de microfoon is voor jou. Ja Frank, het is echt gebeurd jongen. Jij hebt het beest gedaan, dat hebben we allemaal gezien. Maar het is nog niet gelukt. Maar ik moet zeggen, tot het laatst toe een taak betreffelijk vervuld. Vanmiddag nog, voor 30 man moest geserveerd en gekocht. Zoals op de dienstenveiling besproken was en verkocht, hè, op Peter Peters. Geweldig. Dat wordt afwerken in jouw Amstermijn, moet ik zeggen. Maar goed, de dienstenveiling is niet het enige wat je extra hebt gedaan. Je hebt eigenlijk 2 jaar voortreffelijk voor ons ingezet. We zijn er keihard blij mee. De extra dingen buiten het print zijn. Wat er normaal gebeurt, is natuurlijk toch het jeugdjournaal geweest. Waar je met jeugdprinses Laura en jeugdprins Roel toch wel weer gedaan hebt. We hebben natuurlijk het programma Team Tergenschap vorig jaar. Schitterend optreden voor onze Brabantse TV. Het ons Moesland geweldig vertolkt daar. Dat was allemaal prachtig voor elkaar. We hopen jullie dan ook nog heel vaak terug te zien. Gelukkig in Jolanda een wijze les geleerd in die 2 jaar. Die sluit zich aan bij jeugdcarnaval. Dus die zijn we niet kwijt. Ja, dat is natuurlijk voor ons jeugdcarnaval bestuur een geweldige aanwinst. Wie wil niet een prinses in ons midden hebben? Wij hebben er nog geen vrouw. Frank, zoals gebruikelijk wil ik toch eigenlijk een beetje afsluiten met een limmering. Dat staat ook op dit bord, die je als herinnering van ons wilt krijgen. Als gewoon manneke geboren. En kijk nou eens wat je bent geworden. 2 jaar lang waarde onze prins. Maar nou worden we een gewone mens. Kei bedankt voor deze mooie jaren. En uiteraard een schitterende herinnering. En terwijl dat gebeurt, ja, er is nog een clubje dat heel graag Prins Frank, ex-Prins Frank mag ik nu zeggen, op wil nemen in hun midden. Dus kom eens naar boven, graag een minuutmars voor die clubje, de oud-prinsen zonder veren. Dat we zoveel oud-prinsen op het podium hebben. Dat is het Moesland. Zulke mooie mensen die jarenlang heel veel gedaan hebben voor de carnaval. En daar staan ze. Frank, ik denk dat ze jou op gaan nemen in het broederschap oud-prins. Oftewel de clubke zonder veren. Maar het woord is aan ex-prins Arnold de Luster. Goedenavond Frank, goedenavond prinses Jolanda, nog steeds, bekant af. We staan nog Frank, 2 jaar in de top van Moesland. In tijd van 5 minuten kleed zo helemaal uit. Staat 100 aan. Prins worden in Moesland is moeilijk. De uitgeëindigd prins is veel moeilijker. Hier is nou een clubje, je kunt erover meepraten. Zit hier meer vragen? Zit in uw hand in die paar hoort die je nog hebt. Kom maar bij ons. Wij vangen jou op. Bij deze wil ik namens alle oude prinsen, ik denk namens het Arlingenstaan, opnemen jou, de prinses Jolanda, misschien dat ik er ook nog uit stond, als schip van de schoonheid.
De club moet ook iets hebben als uitdraagt. In geen hutje, zonder verre. Deze zal jouw wildering houden als weg om bedekken. Dus, wat dat betreft zullen we ook niet missen. Frank, Miranda, bedankt voor je 2 jaar. En welkom bij ons clubje. Ik denk dat je ook een feestje moet leren, maar dat gaat het nog. Hartstikke bedankt! Zonder veren, maar blijf er even staan, want Frank, we hebben een belofte in te lossen. Doet er niet toe, eindigde, nee, geëindigde zelf op een filmpje met een vraag of de prinselijke dansgarde, de Raad van Elf, het clubje zonder veren, jou allemaal in de Polonaise door de zaal. En dan beginnen ze die kant op en dan die kant op en helemaal rond terug willen brengen, zodat het hele Moesland nog even helemaal achteraan in die Polonaise van jullie kan genieten. Hofkapel en de Polonaise en de afwas, waarbij we Prins Frank en Prinses Jolanda staan erop, bestel ze
En dan zorgen wij dat jullie allemaal de sjaals thuis krijgen. De moesloze sjaal, nieuw, de Raad van Elf draagt hem, de Hofkapel draagt hem, we hebben het kei warm hier op het podium. En jullie van mij even zelf, Fons. En jullie houden allemaal om, hè, denk ik. Jongens, 11 minuten over 11 en dat betekent, hebben we een nieuwe prins in het moesland, ja of nee? En die nieuwe prins... Die nieuwe prins die wordt onthuld door niemand minder dan Jan, kost €12. Die nieuwe prins wordt onthuld door niemand minder dan een man die kan goochelen en die we heel graag hier op het podium hebben. Kom eens naar boven, Hans Klok! Even serieus, Gerard, jij zegt dat Hans Klok er niet is. En die hebben we ingehuurd voor vanavond, zouden we de prins onthullen met een vogeltruc. Ja, en dan? Geen Hans Klok. Wat? Ik? Of ik kan goochelen? Nou, echt niet. Ja, we zouden het met Hans Klok doen, maar als Hans er niet is, dan doe ik het zelf wel. Hebben jullie, had hij wel eens gebracht, of niet? Ja, dat is kom dan. Even kijken of we wat hebben, want ik weet het niet. Hans Klok is normaal iemand die even een statief pakt, jongens. Kennen jullie Hans Klok normaal? Dat is een man die kan goochelen van hier tot Ginter. Maar of ik dat kan... Hans Klok die begint meestal met een hoge hoed, dus ik zet mijn steek af. En ik begin met een hoge hoed. Hans Klok die doet het met een hoge hoed en die begint dan meestal met een konijn, hè? Hij heeft meestal een konijn uit de hoed. Ik heb niet vergeten hoe ze het doen. Normaal doet hij een hoge hoed en dan laat hij de hoge hoed helemaal leeg is. Heb je het gezien? Hij is leeg. Helemaal leeg. En dan tovert hij normaal daar een konijn uit. Maar ja, hij is leeg, dus er zal er geen konijn uitkomen bij die Hans Klok. Hallo, wat blijven we?
Sieske kunnen staan. We kunnen nummer Sieske staan, de Ferry. Nummertje 2. Heb je die? We mogen ze samen 2 jaar lang lenen. Maar hij staat er nog zo kaal bij. En Angelique, het jasje wat moest niet moeten, dat is voor jou. Maar we gaan beginnen met het aankleden van de prins. En dat betekent, adjudanten, dat we beginnen met een vestje. Een zwart vestje om
zijn pak completer gaan maken. We gaan er een prins van maken, als je niet. Te maken. Beginnen we? Nee, dat kan niet, want dan moet eerst prins zijn en dan pas kan dat. Dus ik ga het woord geven aan niemand minder dan onze voorzitter, die jou gaat zorgen dat jij echt prins wordt. De cape en de steek mogen we heel even af te handen, Gerard Lambert. Maar het woord is aan voorzitter Theo. Hij had ons toegezegd, tuurlijk wil ik prins worden van de Moeslanden.
komen bij. Ik geloof niet dat ik het tegen de prins heb. Ik denk dat we nu zijn ambtsketen maar eens hebben doen. Zijn prinsenketting en zijn scepter. Want anders ben je nog geen echte prins. Moment. En uiteraard de ketting, 47 jaar oud, die krijgt hij om. Als teken dat hij prins van Rusland is. Moes, dat kennen jullie allemaal.
maar de Schotse knolentuin, die moet ik natuurlijk onderhand ook kennen. Hij is een juiste proefzender verdiend bij Jan Jansen tussen de radijsjes. De knollen, ze hebben er gebouwd, Gretschrij, jarenlang. Helaas, even niet, denk ik. Dus, het moet zo moeilijk niet zijn. Ik draai mijn bladje om, tip nummer 8. Hij loopt met zijn maten al aardig in de maat. Hoeveel maten heeft hij niet hangen in zijn rekken? En stut hij er zelf ook niet altijd keurig op. Zijn maten, keurig in de maat. Zijn favoriete club komt van boven de rivieren. Thank you.
En nou ben je officieel samen met jouw prinses degene die regeert over het moestal. Maar dan willen wij natuurlijk allemaal weten hoe jouw motto gaat luiden. Maar allereerst, uw eerste speech, die zullen we moeten vertellen. Heb je een briefje bij? Nee, doet hij uit zijn kop. Let op. Het woord is er niemand minder dan. Onze eigen Prins Ed de Rister! Moesakjes en moesakkenekjes. Hoe klinkt dat? Het is inmiddels weer een week of 5, 6 geleden dat ik in bad zat met mijn kindjes en toen ging de telefoon. Ik dacht, nou, ik krijg nou iets, zit in bad met de telefoon. Ik belde de mensen op, ik zeg, met meneer Huppelpup kun ik er vrijuit praten. Ik zeg, nou, dat kan ik. Ik zeg, want ik zit met mijn kindjes in bad en mijn vrouw die staat naast me, dus je kunt alles tegen me zeggen. Nou zit hij dan denk ik een vrouw voor, dan zit hij gekleed altijd mensen aan. Maar zou ik zelf niet een keer een nijpaksje willen? Ik zou het even doordenken. Ik zeg, weer hand op mijn fiets hangen. Maar even doordenken, ik dacht, hij zou wel een steel in de potten kunnen zijn. Hoe staat hij? Hij zal er weg te worden. Ja, achteraan. Ik dacht, nou, daar ruikt de onderhoud. Maar hij vindt al mee van, denk er maar eens even over. En ik ben er van het weekend wel een keer terug. Nou, ik heb 3 nachten niet geslopen, denk ik. En het zweer brak me uit met het idee dat ik een ding op mijn kop moest gaan staan. Maar wel met flink overleg met ons Angelique en een onderrondje tussen Theo en natuurlijk onze grootvast Leonard. Was ik eruit, ik zeg nou tegen mijn Angelique, ik zeg, we gaan er gewoon van. Mag niet dan. Ik vind het bij deze een hele geweldige eer en ook een fantastische uitdaging om prins te mogen zijn van het Moesland, want het is niet niks jongens. En, gewoon, en ik wil natuurlijk iedereen bedanken en we gaan er met z'n allen een fantastische tijd van maken. Natuurlijk de mensen op het forum, Remy met name, die ons natuurlijk weer continu op het verkeerde spoor heeft gezet en mijn tot en met vandaag uit het vizier heeft gehouden. Remy bedankt! Natuurlijk ook mijn eigen club in Gretskrij, want ze zijn beland in een internationale voetbalwedstrijd hebben. Maar die hebben ze laten schieten om mij vanochtend hier niet in mijn hemdje te laten staan. Jongens, grote klasse, dankjewel! Maar ik wil natuurlijk heel Moesland en een fantastische carnaval toewensen. En heel veel schik en geit. En ik wil extra een naaie spreuk onthullen als dat mag, Leonard. Hij is fijn. Had u het een keer of 5 jaar geleden zelf verzonnen? Ik heb hem iets aangepast. We zaten de eerste keer samen thuis. Ik was stiekem achterom komen rijden en een fles champagne kwam op tafel. We hebben er niet op gedronken. Maar dat was de champagne die ze kregen toen ze trouwden van hun eigen vrienden. En er stond, ja, bijna deze spreuk op.
en de eerbetoon aan die club, zei de Angelique net. Die spreuk die willen wij hebben voor het eerste jaar prins zijn. Dus Gert Schrij, dankjewel voor zo'n mooie spreuk. Arthur. En nou staan we hier, Ed, en dat keepje mag je er even aan. Het is warm. Als je steeds zo af gaat, dan komt er gewoon afgegutst. Maar dat geeft niks. We hebben natuurlijk in ons midden niemand minder dan degene die jou met de erewijn de sleutel van het moesland gaat geven. De vrouw die toch aan het roer staat van ons eigen moesland. Tenminste, zolang het niet over carnaval gaat. Onze eigen burgemeester, Willy Doren.
en zijn even het woord aan niemand minder dan, Prins Ed de Nester. Maar volgens mij nu men het Forum, of ik word lid van de Raad van Elf, of hij wordt de prins, maar niemand wist het precies. Maar we waren allebei heel zenuwachtig. Ik had een keer gekeken, een keer geknikt, maar ik vind het geweldig. Janneke en André weer erbij. Een beetje jeugd erbij, met die stichting, dat kan gek worden, dacht ik zo. Wij zullen hier de boel eens even op zijn staart zetten! Hartstikke welkom bij de Raad van Elf en bij Boes die Moeten. Dankjewel. Mag dat? Ook dankjewel. We houden hem lekker bij ons. Neem een doelstapje terug. En ik wil toch even naar voren hebben. En een man van Gutschrij die toch even het woord zal voeren. Dames, ik wil jullie vast verzoeken naar achteren te gaan. Even een afmasje voor onze prinselijke danswerker. Wij zijn er heel
prins Ed en prinses Angelique. Klasse. Hij is verschrikkelijk guts dat hij bij zo'n clubje zit. En dan Angelique, voor jullie heel even pauze. Maak een beetje ruimte hier op het podium. Kom even hier naar achteren staan. Want uiteraard, zoals we gewend zijn, we hebben een aantal nieuwe dames van de dansschool. De presentatie, die komen op met muziek. Hun eigen muziek. Terry, de muziek kan starten. En ze gaan dansen. Muziek van Riverdance voor onze nieuwe prins en prinses. Doet hij dan? Ja, met een stalen gezicht. Dankjewel, prinsengedans van de week. Herkennen ze nog?
drietal van vorig jaar. Een drietal wat gebleven is. Ja, ja, ja. Merel, doe even, laat even zien wie je bent. Stap even naar voren. Merel hebben we gehouden. Christy hebben we gehouden. En Jolanda is gebleven. Maar we hebben er vier nieuwe bij. En daar zijn we heel blij mee. Welkom bij de club. Fleur Anne. Vrouwke. Om jullie te feliciteren. We beginnen erom met een ambuutmars waarbij de Raad van Elf als eerste langs het prinselijk paar loopt om hen te feliciteren. Maar ik wil eigenlijk eerst de Hofkapel vragen om terwijl ze spelen even langs te komen. Dan weer te gaan staan, de Raad van Elf te langs. Onze dansgouden, waar zijn ze? Laat ze eens terugkomen, die moeten ook feliciteren. Daarna natuurlijk de familie Hofkapel was. Kom eens feliciteren. Good side.